Waar was dit biowapen ontwikkeld? In het Wuhan National Biosecurity Laboratory. Het biowapen kwam wel degelijk vrij. Corona is een complot. De Chinezen lieten het virus expres ontsnappen. Waar komt dat beeld vandaan? Meneer Aupers, hier wordt een beeld geschetst als zouden de Chinezen opzettelijk een virus, dat virus, het coronavirus, hebben laten ontsnappen uit een laboratorium. Waar komt dat beeld vandaan? In welke hoek moeten we dat zoeken? Het beeld dat een virus ontsnapt is uit het laboratorium en vooral ook geproduceerd is in een laboratorium, het is niet natuurlijk, maar gemaakt door mensen, dat is eigenlijk een bekend genre als het gaat om complottheorieën. Eigenlijk zijn er van alle virussen die je maar kunt verzinnen, van AIDS tot Ebola tot het Mexicaanse griepvirus, zijn er eigenlijk al vergelijkbare verhalen. Daaronder ligt heel sterk het idee dat van een anti-institutionele houding of een wantrouwen ten opzichte van maatschappelijke instituties. Je ziet eigenlijk tegelijkertijd ook dat media daar een belangrijke rol in speelt. Want de media worden voor het karretje gespannen en die zenden dat uit. Ja, laten we even kijken direct naar een fragmentje van Fox. En daar hebben ze het over een Chinees rapport dat deze complottheorie zou bevestigen. The killer coronavirus probably originated from a laboratory in Wuhan. How's that for interesting? Je zou ook kunnen zeggen dat traditionele media, massamedia, ook heeft bijgedragen aan de verspreiding van complottheorieën of de populariteit daarvan. Omdat journalisten, die zijn ook eigenlijk bezig juist om kleine complotjes, doofpotaffaires, boven tafel te krijgen. Dus denk aan de Watergate-affaire in 1972. Na die Watergate-affaire zijn de Amerikanen eigenlijk in toenemende mate gaan denken dat hun overheid corrupt is. En dat is een voedingsbodem voor complottheorieën. Duidelijk. Dank. Tot zover Medialogica kort. Human.